I feel very good now, and my body is also better than last season, because last season I missed preparation because operation, and now I think I'm in good shape, and I will try to be all season. Hier is de vrije schop. Een Tsjech met links. Mooie goal. Ja, Verlinde had het wellicht niet beter kunnen doen. 3-0 Club Brugge naast Tsjech. Van de Straten zat er nog bij, wist dat hij in doelhoek ging komen. Met de linkerhand duwt hij hem gewoon in het dak van het doel. Goed getrapt, de specialiteit van Nastja Tsjech, de Sloveen. Goed voor zijn vijfde doelpunt. En Club Brugge zo 3-0 voor op 2 minuten van het einde. Tot wat die in staat is samen met Tsjech, toonden ze bij de derde goal een echte beauty. Blondel, Smolders, Roelands en anderen zitten nog in de wachtkamer. Die onderlinge concurrentie tilt de spelers nu al naar een hoog niveau. Met als ultiem voorbeeld Nastja Tsjech, de man in vorm bij Brugge en gisteren de beste speler op het veld. Hij zag zijn prestatie bekroond met 2 knappe goals. Laat het overlaten aan Tsjech. Spannend. Tsjech scoorde al, die zit vol vertrouwen. En hij scoort! Het is 2-1. Nog niks verloren voor Club Brugge. Nastja Tsjech. 2 goals voor hem. Hij deed weer hetzelfde hoor, als Stoefka. Kwam weer voor zijn lijn. Eigenlijk kan die scheidsrechter het weer affluiten, maar nu is het een voordeel van Brugge natuurlijk. Dus... Bal kan naar Verheijen. Simons verkiest het rustig te doen en uiteindelijk toch Verheijen. Cornelis. Bijna Tsjech, ballenband, Tsjech! Goal! Twee soorten gezichten heeft hij ondertussen gezien. Die van de Brugse fans en die van de Anderlechtbank. Daniel Zitka begrijpt het niet helemaal. Veel te veel ruimte daar. Lange met de assist en de goal van Nastja Tsjech. Droomstart voor Club Brugge. U mag hem nog 1 keer zien. In eerste instantie te hoog voor Tsjech. Op maat voor Lange. En Tsjech in de bovenhoek buiten het bereik van Zitka. En zo is het 1-0 voor Club Brugge. Simons. Lebey. Van der Heijden. Iets te ver geduwd. Bal nog voor Isjaku. Even zoeken. Isjaku. Tsjech al in. Go. Nastja Tsjech. Mooi overgenomen met zijn middenvoet, zijn rechtervoet. Maar technisch prima uitgevoerd. En zo is het toch 1-0 voor Club Brugge. Dat het een beetje bekeek, die eerste minuten, die openingsfase. Maar dit is uitstekend afgemaakt. Het is 1-0 voor Club Brugge en Tsjech zit aan 6 doelpunten. Dit zijn bal naar Verheijen. Brugge behoorlijk dominant op dit moment. En de kopbal, goal van Nastja Tsjech. Het is 0-1. We hebben een periode achter de rug. Veel schrijfwerk daar plots. Een periode achter de rug met een heel dominant Club Brugge. Een periode waarin Niersen zowat elke bal meteen weer inleverde, kwijtspeelde. En dan gebeurt dit. Mooi aangesneden voorzet van Verheijen. En de goal van Tsjech. Het is zijn 5e van het seizoen. 0-1 voor Brugge. Niet buitenom natuurlijk. Anglebert op naast Tsjech. Die draait hem ineens voor het doel. Victor met de kopbal. En de goal. 0-2. Nu staan ze op veilig. Want... Erbij. Het kan nog eens iets opzetten. Met Tsjech en Simons. Daar mag het allemaal wel. Dan wachten rood-witte muren. Daar geraken ze voorlopig niet door. Simons voor Tsjech. Met zijn rechter. Het is toch 2-0. Net voor het half uur in de tweede helft. Je moet niet veel kansen krijgen. Als je de paar die je krijgt ook benut. Dan staat Tsjech. Met zijn rechter zo waar. Voor Tsjech is het zijn 2e in deze competitie. Meteen na de rust brengt Nastja Tsjech club 2-0 voor. Bij trapspecialist Tsjech kiest tegen Cercle de verste hoek. Kort daarna moet dan nog komen.
Daar zorgt Hans Cornelis voor. Goal op de wreef en 4-0. Nog eens de klare kijk van Tsjech en de sublieme afwerking van Cornelis. 7 minuten voor tijd wordt de vernedering voor de Bulgaren nog groter. Tsjech krult een vrije trap mooi binnen. De eindstand is 0-4. Brugge kwalificeert zich makkelijk voor de laatste voorronde van het kampioenenbal. Victor. Bal kwijt. In de kluts komt hij plots vrij voor Nastya Tsjech. En die scoort. Het is 0-1. En dat na 20 minuten spelen tegen de gang van het spel in, moet ik zeggen. Want Anderlecht was tot nu toe de gevaarlijkste ploeg. Hier gebeurt dat. Victor leek daar de bal te controleren. Was hem dan kwijt. Dan in de kluts. Hazi. Een hele slechte terugspeelbal. En dan perfect afgemaakt door Nastya Tsjech. Hij zit aan 4 dit seizoen. Dit is zijn belangrijkste van tegen titelconcurrent Anderlecht. Dan kam das Leid über Israel in Person von Nastya Tsjech. Den haben wir hier. Und wieder Saovic. Die beiden im Doppelpass. Der gut getimte Ball erneut. Onder meer Nastya Tsjech, de vrijschopspecialist van Club Brugge. Dankzij deze twee treffers en één bal op de paal wordt hij groepswinnaar met 7 punten. This is just fun for me. Yes, it's nice if you are here with so big players like they was today. And I am happy that I can be in final. This is everything. Engelaar en de Colombiaan Hamilton falen. De vierde in de rij is Nastya Tsjech, die zijn eerste poging van op 18 en zijn tweede van op 21 vlot voorbij Canizares trapt. Nastya Tsjech wordt... De Brugge heeft het niet makkelijk. Na een half uur krijgt Brugge een vrije trap. Nastya Tsjech scoort. De Sloveen Tsjech bevestigt geregeld dat hij een vrije trapspecialist is. Brugge staat 0-1 voor. Dat betekent dat... 20 minuten voor tijd heeft Toeman van der Straten nog een goede redding in huis op de plaatsbal van Tsjech.